Dus je kan hier hele goede loot uit krijgen. Laten we eens kijken wat ik eruit krijg. Extreme Lucky Block. Oh! Yo mensen van Dodo, welkom bij een nieuwe video. Vandaag gaan we Lucky Island spelen, maar voordat we dat gaan doen heb ik jullie iets te laten zien. Want een tijd geleden had ik een belofte gemaakt, iets van 2 weken geleden of zo, dat ik een eigen variant op Lucky Island zou maken. Waar ik alle dingen pak die ik leuk vind aan Lucky Island en nog eigen dingen toevoeg. Om daarmee een ultieme versie te maken om samen met jullie te spelen op mijn server. En dat heb ik gedaan. Ik ben mijn belofte nagekomen, want ik kan je hier laten zien Lucky Legends. Een eigen variant op Lucky Island gaat komende dagen uitkomen. Ik zal je laten weten wanneer het precies uitkomt op Dodocraft. Maar ik ga eerst gewoon even een beetje laten zien hoe het in elkaar zit. Er zijn nog een paar bugs, maar die gaan we dus eruit halen voordat we het gaan lanceren. We hebben ervoor gekozen om kleine Lucky Blocks te doen. Hierdoor hoef je niet een hele resource pack te downloaden. Kan iedereen het spelen, want sommige mensen konden geen Lucky Island spelen omdat ze de resource pack moesten downloaden. Maar je kan gewoon net als op de normale dingen gaan. Oh shit, oh een zwart gat, oh een zwart gat. Dat is niet fijn, dat is niet fijn. Oh jee, rip eiland. Nou ja, dit soort dingen kunnen dus in jouw Lucky Blocks gaan zitten. We hebben alles compleet zelf gemaakt, zelf bedacht. Om gewoon ja, weer die verrassing te geven, want we weten nu wat er allemaal uit de Lucky Blocks komt. Oh my god, 3 Lucky Blocks. It's my lucky day. Hoe kom ik hier in godesnaam omhoog? Ik ga denk ik wel hier. Mijn hele eiland is in 1 keer kapot. Door die stomme... hoe heet dat? Zwarte gat. Oh nee, creeper. Oh, mijn hele eiland, jongen. Ik ben super unlucky. Uh-oh. Oké. Nou, rip mijn eiland. Ik ga wel eventjes emigreren. Want ik heb nog iets anders tofs wat een toevoeging is aan de game. En dat zijn namelijk classes. Want ik miste altijd een beetje net dat extra iets in Lucky Island. En bij Lucky Legends, zoals de game wat heet, kan je een eigen class kiezen. En ik ben op het moment ben ik de Berserker class. Je ziet ook hieronder, je leap ability is gereed. Nou, elke class heeft een eigen ability om het wat interessanter te maken. En zo kan de Berserker, die kan bijvoorbeeld een klein stukje vliegen. En dan denk je, hè, vliegen, hoe werkt dat dan? Nou, als je een Berserker bent en daar staat bijvoorbeeld iemand, dan kan jij, over niet al te verre afstand, kan je, bam! Naar hem toe springen om hem te vermoorden. En dat kan dus 1 keer per 20 seconden. Je ziet ook de cooldown is nu weer aan het rechargen. Maar zo heeft elke class heeft iets tofs. Dus je kan echt vette classes unlocken om hele toffe battles te hebben. Of je gaat natuurlijk goed samenspelen. Je kan Lucky Legends kan je ook met teammates spelen. Maar er zijn gewoon echt super veel leuke elementen in deze game. Oh, ik heb hier mijn leap ability. Waar zal ik nu heen liepen? Daarheen. Boom, jongen. De sprongen. Super vet. En zoals jullie weten vind ik het super irritant dat mensen altijd campen in Lucky Island. Dus wat hebben wij gedaan? We hebben eigenlijk een beetje inspiratie gepakt uit een game die we al eerder hebben gemaakt. Sky Legends. Hebben we in het midden een extreme Lucky Block gedaan. En wat dat doet eigenlijk is... het zorgt ervoor dat mensen naar het midden willen. En niet alleen maar blijven campen op hun eigen eilandje. Dus je kan hier hele goede loot uit krijgen. Laten we eens kijken wat ik eruit krijg. Extreme Lucky Block. Oh! Wat zijn het? Een Power 2 boog. Kijk eens aan. Kijk eens aan. Waar is die tegenstander van mij? Geen idee. Want ik ben hier semi alleen. Maar dit wilde ik je dus even laten zien. Het gaat binnen een paar dagen uitkomen. Dan ga ik het onwijs hard met jullie spelen. Ik hoop ook dat jullie het kaart gaan spelen. Want het is zo freaking vet. Zeker die abilities, jongens. Bam, jongen. Die zijn zo cool. Zo heb je ook een sniper. Nee, wacht even. Ik ga dat niet allemaal verklappen. Dan moet je er gewoon zelf gaan checken op Dodocraft. Het wordt uiteraard gewoon voor iedereen beschikbaar. Je hoeft niet te betalen om de game te kunnen spelen. Dus het gaat super vet worden. Dus als je er zin in hebt, laat even weten in de comments. Maar voor nu ga ik nog even een oude Lucky Island spelen. Die vinden jullie ook leuk. En zoals ik al zei, met een paar dagen dus deze versie. Laat me weten wat je ervan vindt. Ah, jullie willen echt niet weten hoeveel zin ik heb om Lucky Legends samen met jullie te spelen. Het gaat zo freaking vet worden. Maar nu heb ik nog eventjes een Lucky Island om te winnen. Ik ga het gewoon nog even doen om in te spelen alvast. Voor natuurlijk mijn eigen variant. Oh no! Frosty! Pas op, man. Pas op, man. Yes, een diamond swordje. Yeah. Oh, we zijn er echt wel een tijdje mee bezig om dat voor jullie te maken. Zoals... Oh shit. Oh shit, ik heb niets. Ik wil niet mijn... Oh crap, ik wil niet mijn ding neerzetten. Als ik mijn diamond blok neerzet, dan moet ik hem weer hakken namelijk. Maar we hebben dus echt hele toffe dingen voor jullie bedacht. En ook de classes. Oh, dat gaat zo lachen worden.
hoe iedereen die gaat gebruiken. En het wordt echt gewoon een fun minigame. Ik wacht even totdat de lava weg is. Maar nu moet ik me even concentreren op deze game mode. Want anders gaat het helemaal fout komen. Dan ga ik niet winnen. En ik moet natuurlijk wel gewoon voor jullie winnen. Ik wil jullie trots maken. Even kijken. We maken gewoon de hay bale. Hay bale! Zo. En dan maken we nog maar even een pickaxe, denk ik. Want op zich zijn er hier wel redelijk veel diamond dingen te vinden. Zo, mooi pickaxe. Ja hoor. Ja hoor, dat is je mooie pickaxe. Want je hebt hem ook eigenlijk al meteen terug, hè? Omdat je hier 3 diamonds kan hakken. En dan kan je gewoon op andere eilanden kan je weer dingen hakken. Het is zo fijn. Het is zo fijn, zo goed. Oké, op naar boven. Pakken deze, pakken die, pakken die, pakken die. Pakken deze. En, yo bro, heb je nog iets voor mij? Nee, niet echt. De rest is ook gewoon dood, hè? Damn. Damn, villager. Wat zielig, wat sneu. Wat een sneu verhaaltje. Wat een sneu verhaaltje. We pakken hier de spullen en gaan naar het midden. Oké, we hebben genoeg. We hebben genoeg. Let's go, guys. Let's go. Ik heb snowballs. Op zich is dat wel fijn. Kan ik meer van Frosty pakken? Ik denk het eigenlijk wel, hè. Want op zich zijn sneeuwballen wel echt handig om te hebben. Nou, jullie weten zelf ook wel waarom die handig zijn om te hebben. Oh, shit. Er ging wel een beetje heel veel sneeuw weg. Yay, thanks Frosty. Nou, nu heb ik er wel genoeg, denk ik. En ik zie dat nog niemand op het midden is. Dat verbaast me wel. Gaat hij bouwen? Ja, hij wil het gaan bouwen. Oké, hij heeft wel een slime ding, dus ik moet een beetje oppassen. Hij gaat me eraf proberen te schieten. Toch? Dat ga je proberen, toch? Of is dat een shield wand? Nee, het is een slime wand. Oké. Ik zag het, jongen! Oh, dat zijn er weer 3. Gaat hij nu zelf bouwen? Hij gaat zelf bouwen! Boom! Ah! Ik raakte hem wel. Ah, zo bijna, jongen. Come on. Yes. Waarom blijft hij het proberen? What the heck? Je weet toch dat ik sneeuwballen heb? Doe het dan niet. Oh, money rain. Ik heb money rain geactiveerd. Yay. Money, money, money. Oh, boom. Oh, geen boom. Oké. Gelukkig maar. Ik maakte me al zorgen. Gaan we naar het midden? Oeh, we kunnen hier net diamonds pakken. Dat was super risky, maar oké. Oh, en hier ook op het randje. Oh, super risky. Maar oké. En we gaan gewoon verder. Ja, kan ik hiermee naar het midden komen? Ik denk het net niet, hè. Ik denk het net niet. Ik zie daar iemand met een pijl en boog schieten. Daar gaat iemand heen. Yes, we hebben hem. Wat? Nou ja, zeg. Ik hitte die vent en hij ging niet eens dood, man. Kom op! Lekker! Deze kills, jongen. Nou, we moeten toch nog iets meer hout en shit pakken. We hebben gewoon alweer lekker 2 kills. Het gaat lekker zo. Het is een mooie dag. Oh, we kunnen goed met dirt even op pad. We hebben hier nog wat spullen. Volgens mij had ik nog een diamond opgepakt. Dat betekent dat ik nog even schoentjes kan maken. Klopt dat? Oh, ik kan meer dan schoentjes maken. Net geen broek of wel? Nee, net niet. Oké, nou laten we dan maar gewoon schoentjes maken. Beter schoentjes dan geen schoentjes. Pakken we deze nog even. Yo. Toppie. Oh, een boog. Dat is toch wel fijn. Dat is toch wel fijn, hoor. Zo, pakken we dat. En trekken we even die broek aan. Hebben we in ieder geval nog iets extra's. Hupsakee. En deze zetten we dan op 5. Prachtig, prachtig, prachtig. Laten we even snel naar het midden gaan. Dan kunnen we daar hopelijk nog iets pakken. Oh, heeft hij door dat ik hier ben? Nope. Gaat hij vallen? Yep. Yep. We hebben alweer 3 kills. Oh, we hebben alweer 4 kills. Shit, ja, hij is net naar het midden. Even iets sneller dan ik. Maar ja, ik heb wel 4 kills, dus dat scheelt. Ja, 4 kills is trouwens wel echt veel, hè. Want er zijn, hoeveel mensen dood? 9. Dus ik heb bijna 50% van de mensen heb ik vermoord. Aight. Kom, we gaan erheen. We gaan het gewoon doen. Surprise! Oh, what? Hoe kwam je opeens achter mij, vriend? What? Die gast is ziek, man. Die is ziek. Oké, pak snel zijn spullen. Trek snel zijn kleding aan. Super weird, eigenlijk.
Als je gewoon andermans kleding pakt en dat aantrekt. Oh nee, ja, ik heb jou niet nodig. Ik heb je gear niet nodig. Ga gewoon even weg. Dankjewel. Dank je vriendelijk. Oké, cool. We hoeven nog maar nog 2 mensen te vermoorden. Dan zijn we alweer klaar. Dan zit het er alweer op. Even kijken. We halen dit even weg. Die gooien we weg. Hoorde ik nou iets? Ik hoorde volgens mij iemand iets oppakken, maar ik weet niet zeker. Waar zijn de laatste mensen? De mensheid. Waar is het laatste gedeelte van de mensheid? Oh, ik zie er nog een wolfje. Oh, kom eens hier, wolfie. Ping! In één keer hit, jongen. Mijn snipe skills are on point. On point. Maar die heb ik ook nog nodig voor de laatste mensen, waar die ook mogen zijn. Ja, ik denk dat daarachter ergens eentje is. Oh ja, volgens mij was er in het begin daar eentje. Want die zag ik nog bouwen. En toen had ik er niets mee gedaan. Oh, er is ook iemand suffocated. Die zat dus onder water. What? Oké. En de laatste persoon... Oh, die is daar. Oké, ik zag hem. Ik zag hem. Really? Die gaat dus gewoon in een boom zitten. Dat is het niveau van mensen tegenwoordig. Nou ja, kijk. Het ding zou dus zijn in de nieuwe game mode... dat je hier in het midden allemaal shit kan krijgen van... supersterke bogen, noem maar op. En dat er geen reden is om te campen. Want ja, hij is nu gewoon aan het campen. Maar dan heb jij zulke chille gear... dat je hem kan vermoorden. Dus ja... dat mis ik een beetje in deze game mode. Really? Dit was het. Oké, nou ja, GG. GG, we hebben gewonnen. We gaan gewoon lekker nog een gamepje doen. Kijken of we die ook zo hard kunnen winnen. We gaan ook gewoon op de map Village even ownen. We pakken meteen. Hupsakee. Deze lucky block. Oh, it's a doggy. Welkom bij de familie, hondje. Welkom bij de familie. Pakken. Oh, lekker. Een pijl, een boog meteen. Oh, en een inktvis. Wegwezen. Pas op, doggy. Boom. Dat was de inktvis. Dat was het einde van de inktvis. Oké, pakken ze nou deze dingen. Ja, ik denk dat we nu op zich wel naar het midden moeten. Er is nog niemand aan het bouwen hier. Dus ik heb geen haast. Ik heb absoluut geen haast. Oh, kijk nou. We hebben gewoon een bloempot. Het is net hide and seek dit. Boop. Even een bloempotje neerzetten. Ja, we kunnen hier nog even naar beneden trouwens. Pakken we hier nog even wat spullen. Zo. Geeft u maar mee hoor. Oh, een regen wand. Altijd welkom, altijd welkom. Alhoewel, ik vind dat hij niet heel veel hield. Zoveel is hij me ook weer niet waard. Maar het is altijd fijn om te hebben. Ik ga gewoon even deze dingen pakken. Zo, ik zie dat iemand al aan de andere kant een enchanted iron sword heeft. Of stone sword. Een van de twee. Ik weet niet precies. Ik zag het niet heel goed. Even kijken. Voor een enderman. Enderman. Zo. Dan maken we even snel wat spulletjes. Zo maak ik een zwaard. En een broekie. Want ja, dat is toch wel echt het beste wat je kan maken van een diamond blok. Zo. Heid. En we maken nog even wat eten trouwens. Dat heb ik bijna vergeten. We moeten wel goed eten, hè jongens. Goed eten. Zo. Hupsakee. Perfecto. Perfecto. Gaan we naar het midden? Ik zie niemand kijken. Oh, fuck. Dat was iets te weinig. Snel! Auw, ik wist het. Ik wist het, ik had het niet moeten doen! Ik wil veel te graag die bloks pakken. We gaan het gewoon nog een keer doen, guys. Deze keer rustig. Elke keer als je wordt neergeschoten, blijft gewoon een naar gevoel, weet je wel. Het is nooit... Je wordt altijd verrast, want anders zou je natuurlijk niet gaan bouwen. En je voelt je altijd, je denkt zo... Oh, had ik maar niet gedaan. En elke keer doe je het toch weer. Dat is een beetje mijn leven... ja, samengevat eigenlijk. Pak snel deze lucky blocks. Deze zijn super lucky, allebei. Oh, ja, nou, ze zijn op zich best lucky allebei. Ik heb alleen niet zoveel dan 2 zwaarden. Alhoewel, kan ik hem niet... Oh my god. Dual wield. Pam, pam. Oh, ik kan niet met die ander staan. Oké, dat is dan weer een beetje spijtig. Maar het ziet er wel cool uit. En daar gaat het om, toch? Ja, vind ik wel. Vind ik wel. Pak ik deze snel. Oh, inktvish. Inktvish. Wegwezen. Wat doen trouwens die armor stands hier? Oh, er zat een gear op. Oké. Ik weet het al, Pak gewoon deze. En dan hebben we nog wat hout nodig. Gaan we naar het midden. En dan gaan we maar gewoon. Ik ga gewoon weer rushen. YOLO, het lijkt me gewoon chill om even wat extra gear te hebben. Om even snel een win te hebben. Of snel een loss. Eén van de twee. Oh.
Want ik vind het niet per se heel erg om te verliezen. Zeker als je een goede game hebt gehad, dan is het oké. Okay. Maakt niet uit. Het maakt niet uit. Poep. Pak maar. Hupsakee. Nog even deze. Oh, daar is niet de crafting table. Hier is de crafting table. Nog even snel wat eten maken. Ja hoor, lekker hoor. Hupsakee. En dan gaan we naar het midden, denk ik. Dat is het enige wat nu nog... Ja, hij zit wel heel erg te kijken. Dat vind ik wel heel vervelend. Misschien heeft hij een boog of zoiets. Ik weet het niet. Tot nu toe zie ik niemand kijken. Wie niet waagt, wie niet pint. Uit. Uit. We gaan die kant op. We gaan lekker wat lucky blokjes pakken. Oh nee. Inktvis. Really? Really? Ik stapte daar gewoon volledig naast. Oh my god. Dat was echt heel slecht. Dat heb ik echt al heel lang niet gehad. Maar deze keer wel. Oké, we gaan nog één match doen dan. Want dit was wel echt een heel stom manier om dood te gaan. Zo win je gewoon de eerste game met bijna 70% van alle kills. En dan heb je een andere game en stap je gewoon naast het afstapje. Echt mijn leven, jongens. Mijn leven. Maar het kan gebeuren. Het kan gebeuren. Het hoort bij de game, hè. Oh, laan, lekker hoor. We hebben wat dingen om naar midden te gaan. Ik vind het helemaal goed. En een meteor shower. Oh, dat gaat crappy worden. Dat kan ik je nu al vertellen dat dit crappy gaat worden. Oh, nog een pickaxe. Oké. Okay. Het is wel heel royaal. Er zijn wel heel veel pickaxes. Gaan we gewoon naar het midden? Ik denk het wel, hè. Ja, laten we het gewoon blijven proberen. Wie niet waagt, oh! Wie niet wint. Oké. Okay. Even snel dit maken. Hupsakee. Ja, we hebben nog wel even een zwaard nodig. Zo, oh. Hak maar weg, hak maar, auw. Oké, dat was echt vol een meteor op mijn bakkes. Dat voelde niet heel fijn. Niet heel fijn. Ja, moet ik dan wel gaan bouwen? Ja, je moet het gewoon proberen, Wouter. Je moet het gewoon proberen, jongen. Maak de kijkers trots thuis. Hupsakee. Oh, niet de deur dicht doen. Oeh, hij is ook al naar het midden. Oké. Gewoon rustig. Ik heb niets om naar die andere vent te gooien. Hopelijk heeft hij ook niets om naar mij te gooien. Zijn we gewoon in vrede met elkaar? Dat zou wel heel gezellig zijn, toch? Kom op. Ah, ik vertrouw het niet. Ik weet het niet. Snel. En spring. Oh. Uh-oh, Lucky. Ja, Lucky? Ja, Lucky. Yay. Oh, niet zo Lucky. Uh-oh. Ik wil niet beschoten worden. Doe het niet. Wat is dit? Oh, een Dragon Wand. Zo. Dat was een flinke explosie. Hupsakee, die is dood. Ik gooi even gewoon wat vuur richting zijn kant. YOLO. Heeft hij gewoon kans dat hij erin valt. Oké, rustig blijven, Wouter. Rustig. Jij kan dit winnen. Hoop ik. Nog meer tools. Dit is op zich wel fijn. Oh, nee. What? Oh, hij heeft wel een hele rare pose. Geef me mijn soort terug. Oké. Ik heb alles. Even die armor stand uit mijn hand doen. Deze hier. Yes. Wat is dit? Oh, dat was een shield. Oké, snel. Pak je spullen. Yes, een boog. Dat is wel heel fijn. Ik hoor iemand bouwen. Uh-oh, ik hoor een TNT. Tenminste, ik hoor hem niet, maar ik zie hem wel. Niet eraf geschoten worden. Oké. Even rustig aan doen. Oké, hoe gaan we dit doen? Ja, ik kan naar hem toe bouwen. Ik denk dat dat misschien wel het veiligst is. Want die anderen die gaan toch alleen maar op een eiland blijven staan. Zo. Poink. Hupsakee. Dat verwachten ze nooit. Oké, snel even eten. Oké, hoe gaan we dit uitspelen? We moeten gewoon winnen. Dat is natuurlijk het eerste gedeelte. Anders staat in de fik. Ja, ik wacht eigenlijk totdat die andere vent op hem gaat. En dan pak ik hem. Het is zo logisch. Het is zo makkelijk. Maar dan moet ik wel eerst even wachten. Ja, of zal ik er gewoon ingaan?
Ik weet niet. Ik heb daar heel veel lucky blocks die ik zou kunnen pakken. Nee, fuck it. Ik ga voor de actie. Ik ga voor de actie. Zo, er overheen. Hupsakee, kill. Waar is de andere kill? Yes! Lekker. Allebei neer. Woe! Wat? Hoe kon hij me raken vanaf daar, jongen? Oh, whoops. Oké, nu kan hij me sowieso niet meer raken. Hoop ik. Hoop ik. Oh, yes. En de pearls. Oké, dit was echt een goede keuze. En een shield wand. Damn. En nog een shield wand. Damn. Oké. Dit is redelijk chill. Even wachten tot hij weer schiet. Yo, dude. Schiet eens. Hallo. Schiet dan. Oké, ga ik op jou schieten. Bam. Bam. Op je bakkes. Ah! Oké, nice. We hebben het overleefd, hoor. We hebben het overleefd. Ja, fuck it. Ik ga niet al die dingen pakken. Ik heb genoeg gear om hier iets van te maken. Dus dat moet gewoon goed komen. Oeh, bijna raak. Ga je nou echt lopen terwijl ik een boog heb? Dat is toch niet echt handig? Dat is toch niet echt handig, laten we eerlijk zijn. Oké. Waar moeten we heen? Is iemand op mid? I don't know. Ik weet niet of iemand op mid is. Oh, daar is in ieder geval één iemand. Daar gaan we even heen. Zo. Ik heb een shield, want mocht hij me eraf schieten. Dus dan ben ik in één keer niet meer bang. Hupsakee. Oh. Oh, wauw, Wouter, mis even alles. Oké, nou, we gaan er gewoon heen. Ik wil eigenlijk die hot potato oppakken, want die vind ik altijd wel grappig. Oké, nice, we hebben de hot potato. Oké, ik ga hem even... Oh, gooit hij me naast. Oh, ik gooi hem ook ernaast. Nou, hupsakee, wat een feest. Wauw. Oef, oké. Waar is mijn eten? Oh, daar is mijn eten. Ik moet even regenen. Oh, ik heb geen pijlen meer. Vandaar. Whoops. Oké. Ik had gedacht dat mijn enderpearl wel iets zou hitten, maar blijkbaar miste ik alles. Jammer, want we hadden bijna gewonnen. We hadden alleen die gasten en de anderen nog nodig en hadden we gewonnen. Maar helaas, het mocht niet baten. Goede play van hem, moet ik eerlijk zeggen. Dikke thumbs up naar jou. En hopelijk ook dikke thumbs up voor mij voor het maken van die nieuwe game. Want ik hoop echt dat jullie hem massaal gaan spelen. Het zou super gezellig zijn om met z'n allen te kijken wie nou de beste persoon is in Lucky Legends. Maar dat komt dus komende dagen. Je gaat uitgebreid terugzien. Vergeet niet even een duimpje omhoog te doen als je gewoon dikke vette baas bent. En check morgen om 5 uur weer een nieuwe video op mijn kanaal. En zie ik jou heel graag morgen weer bij een nieuwe video. Tot morgen, mensen. Ciao.